Voor onderzoek zijn er soms handelingen nodig bij proefdieren, zoals bloedafnames. Deze handelingen kunnen stress en pijn opleveren. Daarom wordt er steeds vaker voor gekozen om proefdieren te trainen voor deze handelingen. Het trainen zorgt namelijk voor voorspelbaarheid en controle. Voorspelbaarheid houdt in dat een dier kan voorspellen wat er in de omgeving gebeurt. Controle houdt in dat een dier door middel van gedrag invloed kan uitoefenen op de situatie. Samen zorgt dit voor een vermindering van stress. Trainen met beloningen, zoals voedsel, spel of een aai, verlaagt stress, maar trainen door middel van straffen verhoogt stress juist. Er zijn verschillende vormen van trainen. Zo kan er actief getraind worden, hierbij leren dieren bepaald gedrag te vertonen voor een beloning. Ook kan habituatie gebruikt worden, dit houdt in dat de dieren wennen aan een bepaalde procedure, gevolgd door een beloning zodat de dieren de vervelende procedure met iets positiefs gaan associëren. We zullen nu korte voorbeelden geven van ratten die getraind worden voor het krijgen van zondevoeding. Hierbij kan zowel actieve training als habituatie gebruikt worden. Hier zie je een voorbeeld van actieve training. De rat leert op het blok te klimmen voor een beloning. Als later een zonde nodig is, zal de rat uit zichzelf op het blok stappen voor het inbrengen van de zonde. En de beloning. Wanneer de rat op het blok zit, wordt het buisje met suikerwater aangeboden. Dit zorgt voor een positieve associatie met de zonde. Ondertussen wordt de nek van het dier aangeraakt om te wennen aan het vasthouden door de verzorger. De intensiteit van de aanraking wordt langzaam opgebouwd. Na het aanraken van de nek wordt de nek bedekt met twee vingers. Wanneer de rat gewend is aan de handelingen, kan het inbrengen van de zonde starten. Hierbij blijft het belangrijk dit altijd achteraf te belonen, zodat de positieve associatie aanwezig blijft. Waarom zou jij je proefdieren moeten trainen voor handelingen? Het trainen van proefdieren zorgt voor minder angst, pijn en stress bij handelingen, dus minder ongerief. Hierdoor verbetert trainen het welzijn van proefdieren. Verder zorgt training ervoor dat de dieren beter meewerken en er is minder fixatie nodig, waardoor een procedure gemakkelijker, sneller en nauwkeuriger kan verlopen. Doordat de training de stress vermindert, zijn de metingen en dus de onderzoeksresultaten betrouwbaarder en representatiever. Kortom, het zorgt voor beter welzijn en beter onderzoek. Wil je nu starten met trainen? Denk dan nou goed na of het trainen van proefdieren past bij jouw onderzoek. Is jouw onderzoek kort of worden handelingen amper herhaald? Dan heeft trainen weinig meerwaarde. Past het wel goed bij jouw onderzoek? Neem dan contact op met de Instantie voor Dierenwelzijn. Wij helpen je op weg.